Goedemiddag, dat is vandaag. Vrijdag. Ik kom net uit de douche. Ik heb mijn haar even droog gefeund, snel. Ik ga me nu even opmaken, want Asle staat over 30 minuten voor mijn deur met haar zus Nasle. We gaan even wat eten. En dan gaan we de stad even in. En Asle staart wordt misschien verkocht op twee plekken hier in Rotterdam. Dus daar ben ik super excited naar, want ik ben sowieso fangirl van haar taart. Ik heb me even heel snel omgekleed. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Ik had hier een beetje poeder op laten vallen. Dit wat ik aan heb. Een knit trui met ritsen van de Zara. Neppe leren legging. Zijn allemaal Cardi's. En ik denk dat ik mijn Gucci tas hierbij aan ga doen. Opeens wil er zoveel zon schijnen, guys. Het is echt niet normaal. Wacht even hoor. Oké, er komt een boom aan. Ik ben met Nasle, de zus van Asle. Ja, ze heten allebei Nasle en Asle. En kijk dan wat Asle voor mij heeft gemaakt. Ik ga stuk. Cakepops. En deze zijn zo bombastisch. Ik ga deze ook precies eten. Terwijl jullie kunnen kijken hoe ik dit ga eten. Want heel misschien, zoals ik net al zei. Van eentje zal zeker, toch? Van je taarten? Ja. Oké, dus Asle staarten. Ik wou Nasle zeggen, sorry man. Asle staarten wordt sowieso bij één plek wordt verkocht in Rotterdam. Maar ik denk dat ze dat zelf wel even wil zeggen als dat zover is. Ja. En ik hoop dat het nog bij een andere plek gaat. Ja. Want dat zou echt zo'n booming zijn. Maar wij gaan nu even naar Bemen en we gaan daar wat drinken. En dan gaan we even de stad in. Guys, wij gaan nu manten eten. Asle heeft ook manten. En Nasle heeft water. Guys, ik ben in de stad. Het is best wel koud. Echt, mijn handen vriezen gewoon. Die zijn helemaal blauw geworden. Oeh, wil ik daarheen? Ik ga daar gewoon even heen. Asle moest nog twee taarten bezorgen. Dus hun hebben de stad even geskipt. Maar ik ben nu gewoon solo in de stad. En solo winkelen is ook wel fijn. Ik heb net echt super leuke schoenen gekocht. Maar ik ga even verder winkelen. En dan laat ik jullie thuis zien wat ik allemaal heb gehaald. Goedemorgen, het is inmiddels morgen, het is vandaag zaterdag. Ik ga de vlog van gisteren even afsluiten. Want ik was gisteren in de stad en daarna ben ik naar huis gegaan. En ik moet even echt heel eerlijk zijn dat ik gewoon mijn laatste tijd niet lekker voel. Ik ben de laatste tijd zo verschrikkelijk moe. Ik slaap zo slecht. Ik krijg echt een benauwd gevoel. Ik wil echt niet zeggen dat er iets aan de hand is of zo met mij. Maar ik krijg zo'n benauwd gevoel, ook als ik zeg maar met een bepaalde persoon praat. Ik voel mij zo heel bekneld in mijn doen en laten. Alsof ik constant een brok in mijn keel heb. Ik voel me niet uitgerust. Echt, ik weet niet joh. Ik ben echt even er klaar mee gewoon. Ja, ik ben er echt even klaar mee. Ik snap zeg maar niet dat er mensen zijn op deze wereld die een andere persoon zeg maar zodanig haten dat ze zo ver gaan in hun doen en laten om die persoon een kutgevoel te geven. Ik snap dat echt niet. En dan heb ik het echt niet over haatcomments of zo, want ik ben echt veel sterker dan een haatcomment. Maar als mensen bepaalde sorcery gaan flikken om jou echt een bekneld gevoel in je leven te geven. Ik vind dat heel eng. 1 en 2 zo ziek. Echt zo ziek. Maar ook gewoon als ik de laatste tijd bid. Ik denk echt over slechte dingen en zo na. Ik heb dat nooit gehad. Ik stel echt mijn gebeden uit. Ik ben niet geconcentreerd tijdens het bidden. Er zijn gewoon zulke dingen. Er zijn rare dingen bezig. Als ik zeg maar... Soms probeer ik te slapen en dan wil ik de Koran zeg maar aanzetten. En dan doe ik altijd voordat ik wakker hou. Want dan denk ik, oké, als ik ga lopen ahoeren, dan heb ik zeg maar 2 uur tijd om in slaap te kunnen vallen als ik niet kan slapen. En dan word ik wakker en dan zie ik dat hij bij 40 minuten is stopgezet. Terwijl, eigenlijk hoort hij gewoon door te gaan. Het zijn gewoon echt, misschien vinden jullie mij zo psychisch. Maar het zijn gewoon van die kleine dingen dat ik echt denk, iets... Althans, mijn moeder dacht dat er gewoon iets niet klopte, klaar. En ik heb ook echt even besloten om even rustig aan te doen. En me echt even... Het is zo raar, hè. Want ik ben wel echt iemand... Iedereen, zeg maar, in mijn omgeving, die mij een klein beetje kent, weet dat ik echt... Zeg maar, heel erg... down ben met kennis. En ik wil echt heel veel kennis. En ik wil over heel veel dingen wil ik weten. En als ik niet weet, dan ga ik erover lezen... Maar ik weet niet man, de laatste tijd,
Het is echt ver te zoeken. Als iemand erover praat, voel ik mij zo bekneld. Wil ik weg uit de situatie. Ken je dat? Dat je zeg maar een brok in je keel hebt. En dat je het gevoel hebt dat je hart, zeg maar, als je gaat snikken tijdens het huilen. Zo hyperventileren. Dat heb ik, maar dan zonder te huilen. En ik heb echt woedeuitbarstingen waar je u tegen zegt. Ik begrijp dat echt gewoon niet. Komt echt ergens vandaan. Waar ik mijn vinger erop. Gewoon, het komt ergens vandaan en ik kan mijn vinger er gewoon niet op leggen. Ik kan gewoon niet mijn vinger erop leggen. En ik ben echt niet iemand die bij bepaalde dingen gaat denken. Oh ja, het komt daar en daardoor. Dat denk ik totaal niet. Maar ja, genoeg daarover. Ik wilde ook niet veel over nadenken. Er ging ook echt een hele rare foto van mij rond. Persoonlijk denk ik dat die foto niet echt iets is waarover ik me zorgen moet maken, islamitisch gezien. Maar ik heb wel het idee dat er mensen zijn. Kijk, ik ga jullie iets vertellen. Misschien ben ik echt ziek dat ik dit überhaupt zeg. En ik weet niet eens wat het is. Maar ik heb wel een beetje gegoogeld na gisteren. Want ik had gisteravond een woedeuitbarsting. Oh, dat was echt niet normaal. Ik heb zeg maar een paar maanden geleden. Bijna een jaar geleden zelfs. Ik heb dat vaker. Ook toen ik best wel jong was. Dan werd ik wakker en dan had ik zeg maar henna. Dat is echt heel ziek, maar dan had ik henna op mijn hand. En ik dacht altijd, vroeger zei mijn moeder altijd misschien, zij wist ook niet, weet je. Zij zei altijd van, oh ja, dat zijn engelen, die zijn bij jou langs geweest. En althans, of ze verkocht ons gewoon dat verhaaltje. En ik had dat, toen ik 17 was, had ik dat weer. En ik zat met een meisje in de klas, Shema. En die begreep ook niet zo goed wat het was. En ik had het altijd, met Shema had ik het over zeg maar, hoe ga ik het zeggen? We hadden het altijd gewoon over islam. En hoe wij zeg maar onze eigen ik kunnen verbeteren met islam als de lijndraad in ons leven. En toen had ik het haar verteld. En zij schrok daarvan. En zij had research gedaan. En toen echt 2 dagen later waren we op school. En toen vertelde ze mij wat het was. En ik was zo in shock. Ik dacht, hé, dat kan toch niet? Dus ik ging echt googlen erover. En het blijkt dus gewoon dat als iemand, zeg maar, kijk, zwarte magie, in mijn hoofd bestaat zoiets. Maar ik wil me er niet al te veel mee bezighouden. En het schijnt dus dat iemand naar een djinn of zo is geweest. En een djinn, dat is een vorm van een geest. Of een vorm van een duivels iets, weet je. Een slecht iets. Dan willen ze een bepaalde sorcery, een bepaalde vorm van zwarte magie op jou uitoefenen. En dan komt er iemand. En dan, als die magie niet pakt, dan heeft datgene wat het zeg maar op jou wil zetten. Of het bij jou wil inbrengen. Ik maak hier zo'n eng verhaal van, maar het is gewoon wel echt zo. Het pakt niet en het lukt niet. En dan raakt dat iets, raakt zo gefrustreerd. Dat ze dus die heks over jouw lichaam gaan uitblazen. En daardoor word je wakker met henna-vlekken. En dat is geen henna, maar het lijkt op henna. Dus je wordt ermee wakker als het zeg maar niet heeft gepakt. En ik had vorig jaar, werd ik daar weer mee wakker. En ik dacht echt, what the fuck? Dus ik liet het gewoon. En ik voel mij al echt, laten we zeggen, de afgelopen 6 maanden voel ik me echt. Misschien de afgelopen jaar voel ik me echt niet lekker in mijn vel. Maar ik doe er zeg maar alles aan om mij toch lekker in mijn vel te voelen. Kennen jullie dat? Dat je het zeg maar wil overheersen. Maar de afgelopen 2 weken heb ik echt het idee alsof ik er gewoon even doorheen zit. Gewoon echt doorheen. Ik ben ook zo moe, mensen. Ik ben echt moe. En je zou, waar ben ik moe van, denk ik dan bij mezelf. Maar ik ben gewoon super, super moe. Ben ik raar dat ik dit denk? Zijn er mensen die hier ook zo over denken? Is het iets waar sommige van jullie, ik weet dat ik redelijk oude kijkers, ik heb best wel kijkers op leeftijd en vaak zijn het mensen van Marokkaanse gemeenschappen. Ik vraag me echt af of wat ik zeg, of dat überhaupt wel klopt. En als dat niet klopt, verbeter mij in mijn gedachtes. Want ik weet het echt niet. Ik ben een beetje soort radeloos. Ik ga volgende week ga ik met mijn moeder. Ga ik Rokia doen. Dus iemand gaat zeg maar Koran op jou lezen. En ik moet echt even een goed adresje daarvoor vinden. En ik hoop echt dat dat met de tijd dat dat echt beter gaat. Want hoe ik mij nu voel. Ik voel me echt niet fijn gewoon. Echt niet. Ik voel me ook niet lekker in mijn vel. En ik heb dat echt nooit.
Maar het lijkt alsof het zeg maar constant verergert. Maar ja, genoeg daarover. Ja, nou ja, ik ga de vlog afsluiten. That's it eigenlijk. Doei!